Dagsporter ben je niet voor je plezier. Breda nu. Je weet het meteen. Na 3 wedstrijden op rij ongeslagen te zijn, was het voor NAC afgelopen weekend dé kans om de weg naar boven in te slaan. Uit bij Emmen moest er gewonnen worden, maar helaas 2-0 verloren. Aan ons de vraag, kan NAC de degradatiezone nog ontlopen of is het einde nabij? Kijk wat de inwoners van Breda denken. Hey, 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 denkt u dat het nog goed gaat komen met NAC? Ik hoop het, maar ik heb er weinig verduzie in, eerlijk gezegd. Moeilijk. Misschien. Ik hoop het. Ik gun het ze. En waarom hoopt u dat of waarom gunt u het ze? Nou, ten eerste omdat het Breda is. En we moeten toch iets hebben om trots op te zijn. En ze gaan altijd jojoen. Het gaat goed, het gaat slecht, het gaat alle kanten op. Dus wie weet. Natuurlijk wel. En waarom? Waarom? Omdat we altijd optimistisch blijven. Het NAC-supporter ben je niet voor je plezier. Dus nou is het juist belangrijk om ze te blijven steunen. Ik denk dat het misschien met de na-competitie nog wel kan lukken. Maar ik denk niet dat ze direct in de Eredivisie blijven, nee. Ik denk dat ze tijdens de winterstop een 2-3 spelers aan zullen moeten kopen. Die echt een versterking zullen zijn voor NAC. En daar bedoel ik mee een voorhoedenspeler, een goede midveldspeler en iemand voor in de achterhoede. En mogelijk dat ze met de komst van Pierre van Hooijdonk, dat daar een verandering zal optreden. En ik gun het zeker de trouwe NAC-aanhang. En dan bedoel ik elke keer weer dat er bijna bij elke wedstrijd, bij elke thuiswedstrijd, 19.000 mensen zitten. Als u kijkt naar de kwaliteit van de selectie en misschien de trainer, denkt u dan ook dat het goed komt? Nee, dan moet het 1 januari wat verbeteren. Wat zou u halen als u 1 keuze had? Oei, ik beschik niet over het geld wat zij wellicht wel hebben. En misschien hebben ze het ook niet, dan is het heel erg. Zou u een speler kunnen aanraden? Misschien op welke linie een aanvallen, verdediger, keeper? Daar moet de figuur zoals Van Hooijdonk voorin komen. En op het middenveld hadden we vroeger Daan Schrijvers, dat was voor jullie tijd. Maar zo iemand die het spel overziet en de verdediging wegzet. En die de autoriteit heeft dat het ook van hem geaccepteerd wordt. Dus een echte leider. Jazeker. Breda nu. Je weet het meteen.